Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik kom vandaag met 7 nieuwe woorden die voor mij tegengekomen. Ik ga eerst de inhoud vertellen wat ik ga doen. Ik ga eerst het woord uitspreken, het nieuwe woord. En dan ik ga de betekenis 1 keer uitspreken. Dan zal ik het betekenis in het Grieks ook uitspreken, gewoon vertellen wat het betekent. En dan ga ik nog een keer het woord en het betekenis in het Nederlands vertellen. En dan ga ik het voorbeeld 1 keer zeggen. En dan ga ik in het Nederlands ook vertellen wat het betekent. Dan ga ik 2 keer of 3 keer het zin herhalen. Van de zin herhalen. Dus ik wil zoveel mogelijk om. Ik probeer zoveel mogelijk goed te maken en gewoon Nederlands te spreken. Dat is goed voor ons allemaal. Want als we gaan durven te doen, wees niet bang durven te doen. Gewoon niet bang zijn om fouten te maken. Als je geen fouten maakt, dan leer je niks. Als je durft echt fouten te maken, dan leer je echt. Dus ik doe ook voor de camera. Maakt niet uit wat voor fouten ik maak. Ik leer van mijn fouten. Dus ik ga naar de woorden. Nummer 1 is relatief. 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 Afhankelijk van andere dingen. Afhankelijk van andere dingen. Betekent het te grinja. Akalot nagarat kut murkus tchowul. Relatief, afhankelijk van andere dingen. Afhankelijk van andere dingen. Voorbeeld, het belang van een goede verbinding is relatief. Het belang van een goede busverbinding is relatief. Betekent, als je geen auto hebt, is het belang groot, anders niet. In het Tigrina betekent dit Ugul nai, mogu aziat het mesmer inta alliw. Inta zei alliw, maletiw. Inta hudda zei alliw, wei mekina te zei bilka. Het begerig tulg mij. Het belang van een goede push van binnen is relatief. De hadda ta agadas net nai bus mes nai autobus mesmer betami tsagatena khatou le tkhil wika aban murkus kha way makinat zeibilka makinat lika makinat kana makinat zeibilka kun bol hada khat kidat khan hasra aban sto murkus kha kha zeiban wala hada khat gabra itkhan kala may het belang van een goede busverbinding is relatief. Het belang van een goede busverbinding is relatief. Betekent, als je geen auto hebt, is het belang groot. Anders niet. Dit woord heeft ook twee betekenen. Dus de tweede betekenis is, het is in verhouding tot iets anders. In verhouding tot iets anders. Betekent, mishadden ik dat haaskas. Mishadden ik dat haaskas. Waar is het dat ik doe? In verhouding tot iets anders. مستنات تحس تغيرك كتوادا درون كل خمس تواقو زو بس كارت إس رلاتيف خركوب أفتر أيدن إس ديردر ناي بس كارت إس تيكت بتا أغدا تبو بحسر واقع بو حسر إيو مسنا مكينة أو ذا ديركا مسنا مكينة وتأجت أو ذا ديركا
Zo'n kaartje is relatief goedkoop. Autorijden is duurder. Zo'n buskaartje is relatief goedkoop. Autorijden is duurder. Kan je te gaan zo gaan te gaan naar een kaart, naar een busticket, sorry, mis naar een machine. Waar gaat het ook? Ata is kan je wel allemaal die. Synoniem. Verhoudingsgewijs. Nummer 2. Regie. Leiding over uitvoering van een toneelstuk of film. Leiding over uitvoering van een toneelstuk of film. Regie, maar let kijkt wat je hoort. We gaan het eruit krijgen. Let wat je kijkt hoe we gaan. Nee, had het toneelstuk gezien avond, nee film die next day. Zo begin je harde zeg, kunt net te stoppen. Wat begin je gewoon lezen en te gaan doen. Kan ook iets anders lezen en te gaan doen. Regie, maar niet. Sam had de regie over het stuk. Sam had de regie over het stuk. Sam Harshi, zo boek, kijkt neer wanneer net handig is te houden tas. Betekent dat je bij een film handig wil houden, handig is te houden, maar tekst kunt blijven gaan. Handig is heftig, nou wat wil je houden? Bezoek ons hier, zo boek, kijkt neer. Samara had de regie over het stuk. Samara had de regie over het stuk. Nummer 3. Verankeren. Betekent iets vastleggen of vastzetten. Iets vastleggen of vastzetten. Betekent in het tegrinja had een ager. Kan zij worden, of kan zij inkassen als kan salolo, kan zij wil gerka, of had wat, of kata blocholaha, of kata blocholaha, malet. Nou, ik ben net. Voorbeeld, je moet deze boekenkast wel verankeren, anders kan hij omvallen. Je moet deze boekenkast wel verankeren, anders kan hij omvallen. Nazin, nee, met hafti armadio's, of begin net, dat ook kata blocholaha. Het is een kwijnoek. Je moet deze boekenkast wel verankeren, anders kan hij omvallen. Je moet deze boekenkast wel verankeren, anders kan hij omvallen. Nummer 4. Uitgangspunt. Wat vast ligt waar je van gaat. Uitgaan. Wat vast ligt, waar je van uitgaan. Dus ik ga een meseretouw neger. Meseretouw. Neger, malti. Uitgaanspunt betekent wat vast ligt, waar je van uitgaan. Wat vast ligt, waar je van uitgaan. Voorbeeld. Mijn uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn. Mijn uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn. Het is niet mijn serotawi. Net wie het mijn serotawi zoblossi. Azi. Kulusa maare net. Maare iu. Kulusa maare. Mijn uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn. Mijn uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn. Dit is het voorbeeld. Synoniem van dit woord is basis. Tweede synoniem is grondslag. Nummer 5. Integraal.
in zijn geheel, zonder dat er iets ontbreekt. In zijn geheel, zonder dat er iets ontbreekt. Sorry. In zijn geheel, zonder dat er iets ontbreekt. Sorry, zie je dat het niet. Als je maar het kan niet mulu, wij militi, wij bemulu. Nee, mulu is gelijk, ik maal het. In zijn geheel, mulu, zonder dat er iets ontbreekt. Bezij handi, amongosi. Dus de oorlog is gewoon, dit is gewoon een gordel, ze willen maal het. Voorbeeld. De werken van Multatuli is zijn integraal uitgegeven. Multatuli is een Nederlander schrijver, schrijver eigenlijk voor boeken. Dus zijn betekent in het Tigrinya is kulluna tusra, met haftum alati naai multatuli, naai multatuli malati, tasum khabriya, naai multatuli sra. كله تمسحفته مالتيو تزرقحيو تركم زي احج كله تزرقحيو ده فاركن فن ملتاتلي زين انتخراو اوتخيفن ده فاركن فن ملتاتلي زين انتخراو اوتخيفن كل سرحناتو تزرقحيو مالتيو مسحفته مالتيو عندي تخفاو Overgang. Iets anders gaan gebruiken. Betekent. Nou, had ik een kussagger in kallega. Wijk aan ik kalle aan het aangama. Kut ik hem in kallega. Overgang. Zie. Kab had ik een kussagger in kallega. Kan ik een kuttekant in de hand. Had ik een kussagger in kallega. Kut ik hier ook al niet goed te نعم النت سامسونج تليفون كنت كان تصرح كان ايفون تغير كايا تا اوفر خانك ناب ايفون كير كان لخا مالتي اتس اوفر خانك اتس اندرس خان خبرايكن اتس اندرس خان خبرايكن اجابنا يا ما هذا خوني خل اجابنا انا تليفون خوني خل نعم النت كاب حد تليفون كان تليفون ዝኾነ ዓይነት ኣገባብና ናባብራ ክኸውን ይኽእል ካብ ሓደስ ናብ ሓደ ክሰግርን ከለኻ ወይ ከዓ ዓይነት ኣጠቃቅምካ ክትቅየርን ከለኻ ማለት እዩ ቫይ ኻን ኦፈር ኦፕ ኣርድኻስ ፎርቢልድ ቫይ ኻን ኦፈር ኦፕ ኣርድኻስ ንሕና ናበይ ክንሰግር ኢና ይብል ኣሎ ኣብነት ከዓኒ ናብ ኣርድኻስ ዝበሃሲ እዚ ካብ መሬት ዝወፅእ ጋዝ ድና ክንብሎ ንኽእል ዘይቲ ኣይደኖ ናይ ዘይቲ እኮ ይኮነ እዚ ናይ ነዳዲ ንጥቀመሉ ካብ መሬት ትወፅእ ኣርድኻስ ይበሃል ብትግርኛ ፕረሲስ ኣይፈልጦን እንታይ ይበሃል ንሱ ናብኡ ክንሰግር ኢና ይብል ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ካብ ካልእ ዝተሰርሐ ናይ ነዳዲ ትጥቀም ተፀኒሕካ ናብ ኣርድኻስ ክንሰግር ኢና ይሰግር ኣሎ ማለት እዩ ቫይ ኻን ኦፈር ኦፕ ኣርድኻስ Synoniem, offer schakelen. Nummer 7 en laatste is concreet. Soms gaat echt niet goed. Echt, geloof mij. Je kan zoveel fouten maken. Durf gewoon fout te maken. Ik heb ook net fout gemaakt. Dat ik weet wel die woord, maar ik heb niet bewust eigenlijk die woord gezegd. Dus je kan zoveel fouten maken. Dit is niet jouw moedertaal. Je moedertaal heb je ook geleerd dat je zoveel fouten gaat maken. Mensen gaat om je lachen. Dat is geen probleem. Gewoon, wees gewoon jezelf. Dus je hoeft niet te schamen omdat je fouten hebt gemaakt. Nummer 7 is concreet. Concreet. Duidelijk, zodat je er niet naar hoeft te raden.
duidelijk, zodat je er niet naar hoeft te raden. Betekent het grina is nutzer. Het gemet eigenlijk kan niet. Nutzer zo gaan, het gemet zeerlijk. Raden maakt me gemat, maakt me gemat. Me gemat is eigenlijk kan niet. Concreet, het woord duidelijk, zodat je er niet naar hoeft te raden. Duidelijk, zodat je er niet naar hoeft te raden. Een voorbeeld van dit is, Helen gaf een concreet voorbeeld. Helen gaf een concreet voorbeeld. Helen nutzur abnet hiba. Helen nutzur abnet hiba. Dit woord heeft ook twee betekenen. De tweede betekenis is wat je kunt zien of aanraken. Wat je kunt zien of aanraken. Kutrio wekutunk fot geneger. Masi nutzur kutrio. Wat je kunt zien of aanraken. Voorbeeld van dit betekenis, van de tweede betekenis voorbeeld is, het woord house is een concreet woord. Het woord house is een concreet woord. House wil geza maar het huis. House wil kalsi nutsur. Weka rudi. House wil geza. Sorry, house wil kalsi nutsur. House geza maar het thema. Dit heeft ook tweede synoniem. Dit woord, de tweede beteken heeft ook synoniem. Niet de eerste beteken, maar de tweede beteken heeft synoniem. Tastbaar. Synoniem is tastbaar. Tastbaar. Dat betekent bij een gariga, wij bij ietska de hasiska, het aannemen van hoe was het naar hoe ze doen. Dit was voor vandaag. Ik heb mijn best gedaan om beter te maken, om duidelijk te maken. Ik ga zoveel mogelijk die woorden vertalen in het Grina en ik ga ook zoveel mogelijk Nederlands spreken. Dat is goed voor mij en dat is ook goed voor jullie. Als we die taal vaak gaan luisteren en lezen en gewoon in onze dagelijkse leven aanpassen, dat wordt vanzelf makkelijker. Als we gaan gewoon, ik kan ook één woord zeggen, bijvoorbeeld uitgangspunt, dan betekent dit Masaratawi. Zonder voorbeeld, zonder betekenis. Als ik ga de betekenis lezen en voorbeeld gebruiken, dan heb je zoveel woorden. Bijvoorbeeld 10, 20 in één woord. Je krijgt 10 of 20. En dan leer je ook hoe je de zinnen gaat opbouwen. Dat is zo fijn om op zo'n manier te leren. Maar ik maak voor mezelf heel moeilijk. Gewoon persoonlijk. Ik heb Nederlands geleerd, nooit naar de Grina-vertaling gezocht eigenlijk. Ik probeer zoveel mogelijk van Nederlands naar het Nederlands te vertalen. Maar voor sommige mensen is het moeilijk. Maar als ik ga ook makkelijker maak, gewoon het woord zoeken en dan gewoon in het Grina vertalen. Dat is ook saai. Als je een beetje jouw niveau hoog is, dat is ook saai. Je ontwikkelt niet. Dus als ik zoveel mogelijk de betekenis in het Nederlands zeggen of vertellen en dan een voorbeeld gaat noemen, dan heb je zoveel mogelijk veel woorden gehoord dan alleen in het Grina. Dus ik probeer gewoon mijn best te doen. Als je hebt idee hoe dat moet of hoe beter kan worden, ik wacht op jullie comment. En dan, ik wens jullie fijn. Fijne middag of fijne avond. Tot de volgende keer.